Dit is David. David weet zich geroepen om het evangelie te verkondigen. Via Net Foundation ontving David bijbelgetrouw onderwijs. Na de eerste training wist hij zich in zijn roeping bevestigd. That thing just sunk in me. I made up my mind, I will pursue this thing to the end. I'm glad that I can now share the same teaching with other pastors. Net Foundation wil nog veel meer voorgangers zoals David bereiken om zo het evangelie verder te verspreiden over de hele wereld. Help jij mee? Geef nu. De winter. De dagen worden korter, de bomen zijn kaal, het is koud. Hoog tijd voor een gezellige, warme winterfair. Op 3 en 10 december beleef je in het Israël Centrum in Nijkerk Israël in wintersferen. 2 dagen bordevol leuke activiteiten zoals de zandkunstenaar, leuke workshops, live muziek en natuurlijk warme chocolademelk met slagroom. Ervaar een unieke winkelbeleving in de Israëlwinkel en koop de mooiste cadeaus. Kom je ook? Bekijk alle informatie en meld je aan via cvi.nl/winterfair. Goedenavond, van harte welkom bij de 20e aflevering van Te Degen Live. De gast is Wilhelm Doeleman. Hij is woordvoerder stikstof in Den Haag. Rikold gaat met hem in gesprek over de vraag: komt er rust voor de boeren? Ook is Annette Kik aanwezig. In ons dubbeldikke winternummer staat een prachtige interview met haar opa, de heer M. Dankers. Wat betekent hij voor haar? Ook collega Huib de Vries is aanwezig. Hij werkt al bijna 39 jaar bij Te Degen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat heeft hij in al die jaren daar meegemaakt. De openingstune werd zojuist gespeeld door Geert Hoekman. Vanavond hoopt hij samen met zijn neef John Hoekman en tenor Anne van Ommen de muzikale intermezzo's te verzorgen. En, beloofd is beloofd, vanavond tijdens de quiz gaan er 20 prachtige prijzen uit om deze 20e Degen Live aflevering te vieren. Goedenavond. Ja, de 20e keer alweer, Gisette. Ja. Strikje ja, erom gedaan, hè? Ik ben in feestelijke stemming vanavond. Want we gaan ook 20 prijzen weggeven met onze fameuze Ter Degen Live quiz. Dus ga ervoor zitten vanavond. Die prijzen gaan niet naar de eerste 20 die de beste oplossing insturen. Maar ik ga straks vertellen hoe dat wel gaat. En iedereen daar thuis, op de bank, in de keuken, in de huiskamer of in de schuur waar je ook zit, maakt kans op die prijzen. Ik ga wel vast de hoofdprijs noemen. Dat is een overnachting, inclusief ontbijt. 4 personen in een bed and breakfast in Assen-Delft. Nou, wie wil dat niet winnen vanavond? 4 personen, bed and breakfast,
Assen Delft. En nog 19 andere prijzen. Maar die vertel ik zo even als we de quiz gaan starten. Want we gaan natuurlijk quizzen. En je kunt meedoen met die quiz. Ga dan naar slido.com. Vul de code in die op het scherm staat. En je doet mee. En je kunt ook vragen stellen aan onze gasten vanavond via datzelfde systeem. Slido.com. En vul daar de code in, Terdege Live. Heel makkelijk, Terdege Live is de code voor vanavond. En ik ga ook vast verklappen dat er in de quiz zit ook een vraag over welk woord hier vanavond 20 keer valt. Gisette, dat is de tweede keer dat ik jouw naam noem, dus misschien is het dat wel. Maar een woord wat wij 20 keer gaan noemen en hou het winternummer, wat er nog niet is, maar wel aankomt, hou het voorwinternummer, hou dat erbij. Want daar kun je natuurlijk de antwoorden in vinden. Want dat winternummer, daar zijn jullie druk mee zeker. Ja, ja, het zweet op je voorhoofd. Morgen gaan de allerlaatste 4 artikelen naar de drukker. Okay. Maar verder is die helemaal klaar. 256 pagina's. Dus hij komt vanavond nog wel een paar keer langs, denk ik. Maar het was een flinke kluif. Het winternummer van Terdege. 256 ja. Pagina's. Je moet uw brievenbus een beetje verstevigen. Want als die op de mat valt, ja, dan zit er zomaar een deuk in. Ja. Lijkt me. Huisdieren uit de buurt. Huisdieren uit de buurt. Ja. Hoeveel artikelen heb jij erin, Huip? Volgens mij 4. 4! Kijk, nou, heel goed. We gaan er vanavond nog over praten. Over dat winternummer van Terdege. Maar we gaan naar onze eerste gast, Wilhelm Doeleman. Goedenavond. Goedenavond. Van harte welkom. Dank u. Als je op een verjaardag zit, wat vertel je dan wat voor werk je doet? Dat ik woordvoerder stikstof en landelijk gebied ben van minister Christiane van der Wal. En dan loopt de hele zaal leeg, of? Soms wel, ja. Ja? Inderdaad, ja. Ja, ja, inderdaad. Van woordvoerder stikstof? Ja. Het is nogal een onderwerp. Nou, lijkt me ja. Ja, ja. Zeker de laatste maanden heel actueel in Nederland. Ja. En heel veel mensen hebben er ook een mening over op een verjaardag. Dus dat is regelmatig een potje, ja, potje mondvechten, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, hoe staat het met de stikstof op dit moment? 1 december. 1 december. Ja, vorige week heeft het kabinet een vrij grote aanpak gepresenteerd. Ja. Hè, met een piekbelastersaanpak, het advies van Remkes, wat er overgenomen is. En dat gaat hopelijk een beetje rust brengen in het verdere stikstofverhaal wat gaat volgen. Ja, er stonden vandaag weer boeren bij het provinciehuis in Zwolle. Ja. Daarna gingen ze naar het gemeentehuis. Ja. En in de loop van de avond keerden ze met lege handen terug. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat zijn, ze protesteren voor de pasmelders. Ja. Hè? Dat zijn ondernemers die voor 2019 een melding hebben gedaan om hun stal uit te breiden bijvoorbeeld. En die zijn nu illegaal. En die ondernemers die zitten al jaren met smart te wachten op ruimte, om een nieuwe vergunning. En in Overijssel is nu de situatie dat ze daar zijn gaan handhaven. Dus dat een aantal ondernemers daar boetes hebben gekregen. Okay. En dat is echt een hele schrijnende situatie voor die ondernemers. En hun collega-boeren hebben daar vandaag geprotesteerd. Ja. Vorige week vrijdag hebben wij een zogenaamd schadeloket ingericht voor deze ondernemers. Die kunnen zich daar ook melden. Zodat ze hopelijk een beetje ondersteuning krijgen ook in het proces wat er nu boven het hoofd hangt. Oké, gaan we zo even verder praten. Maar eerst, hoe wordt iemand woordvoerder stikstof van een minister? Ja, dat is een bijzonder verhaal. 3,5 jaar geleden werd ik benaderd door Bart Kemp. Toen werkte ik bij een strategie- en communicatiebureau. En die vroeg mij, wil je meehelpen organiseren met het eerste boerenprotest? Beroemde uitspraak van Tjeerd de Groot, halvering van de veestapel. Zeker. Heeft heel veel losgemaakt. En boeren waren daar klaar mee. Mm-hmm. En toen kwam hij naar mij van, joh, binnen 2 weken moet dat hele Malieveld vol zijn. Het moet een enorme maatschappelijke impact hebben. Wil je meehelpen te organiseren? Nou, dat is een heel groot protest geworden. Een van de grootste boerenprotesten in de geschiedenis. Ja. Dat viel toen de tijd wat mensen op bij het ministerie van Landbouw. En ook de voorgaande minister Carola Schouten. En die zei op een gegeven moment, zou jij hier willen komen werken? En die dachten, wacht even, degene die dat protest organiseert, die halen we in huis, want dan is die van ons. Ja, dat was het wel. Slimme zet trouwens. Zeker. En het ging met name omdat er in zo'n korte periode 2 nieuwe groepen ontstonden, namelijk Farmers Defence Force en AgriActie. En dat was voor zo'n departement echt veel nieuws. Ze praten altijd met LTO, hè, zo'n standaard belangenorganisatie. Mm-hmm. Maar nu kwam er een hele nieuwe beweging op gang. En zij wilden graag grip krijgen op die beweging en achter de schermen, die onvrede, dat sentiment wat er leefde. Ja, daar wilden ze een soort van pijlstok af en toe insteken. En daar kwam deze jongen in beeld. Maakt het ook dat je anders kijkt naar demonstraties? Ik bedoel, bij de eerste ben je zelf betrokken geweest. En
nu ja, kijken we misschien je kijkt wel naar de organisatie. Die eerste was echt behoorlijk professioneel. Met een podium, met een programma, met kamerleden. Was goed georganiseerd. Binnen de kaders van de wet, hè, daar is waar wij nu heel erg naar kijken. Ja. Hoe zeggen we, daarna kwamen de boeren nog een paar keer met hun trekkers. Ja. En dat is en dat ook, was minder. In 2019 is het nog goed gegaan, 2020 ook. Maar na het beroemde stikstofkaartje op 10 juni... daar zie je dat de protesten echt een heel andere wending hebben gekregen. Ja. En ook gewoon heel veel strafbare feiten zijn gepleegd. Ja, kaartje wat ook weer ingetrokken is inmiddels. Hè? Zeker. Ja. Hey, als woordvoerder ben je natuurlijk his master's voice. Mm-hmm. Je moet vertellen dat wat je baas vindt, denkt... en wat misschien niet altijd, nou laat ik het netjes uitdrukken... de hele waarheid is. Maar iets wat hem of haar uitkomt. Klopt dat? Dat kan in sommige gevallen zijn dat de politiek achter de schermen dingen spelen. En dat je daar een afweging maakt in wat je zegt. Maar je ziet wel hoe een bewindspersoon kijkt naar... Hè, want ik stel dan die woordvoeringslijn op. Daar kijk je naar. Dat weeg je af met je collega's. En je kijkt naar wat je zegt. Maar in de meeste gevallen zie ik met deze bewindspersoon... een transparante houding. Een heel eerlijk en open houding die... soms ook ontzettend pijnlijk is, maar wel de waarheid in sommige gevallen. Ja, maar brengt het wel eens van binnen? Van, ik moet dit nu op die manier... Ik heb nog geen geval bij de kop gehad waar het wringt op dit moment. Nee. Maar dat zou wel kunnen. Dat kan, ja. Want je komt ook bij boeren over de vloer met de minister. Zeker, iedere maandag. Ja, we hebben in Terdege kunnen lezen dat dat... soms heel emotioneel is. Zeker. Dat is echt. Dat zijn soms hele heftige gesprekken. Ondernemers die het niet meer zien zitten. Ja. Die wanhopig zijn. Die niet meer weten hoe ze de toekomst van een bedrijf moeten inrichten. En aan de andere kant zijn er ook heel veel ondernemers... die wel die omslag aan het maken zijn. Naar een andere type landbouw. Het of op een andere manier willen. En wel die toekomst zien zitten. Hè. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Ja. Er is ook heel veel toekomstperspectief. Ja. Ik ga even naar de kijkers vragen. Dank dat u of dat jullie die insturen. Dat kan via slido.com. Nou, discussieert u vaak met mensen over stikstof? Vraagt meneer of mevrouw Hallo. Ja, het komt regelmatig voor als je inderdaad op die verjaardag bent... of met je vrienden bent, dat je daarover discussieert. En als je het zegt in je intro of kennis maakt met iemand... zal er meestal wel een gesprekje over plaatsvinden. Dus het is best vaak aan de orde. Ja, nu kennen wij natuurlijk alle verhalen uit de media. We zien ook wat er gebeurt met de boeren. En je merkt dat boeren cynisch worden. Ja. Dat ze niet meer Den Haag vertrouwen. Ja. En dat ze in opstand komen. En dat vertrouwen in de politiek verloren zijn. Ja, en dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk, wij hebben heel lang gevraagd na de Tweede Wereldoorlog... boeren, ga produceren, nooit meer honger... En we zijn in een bepaald systeem gegaan waar geleverd moest worden. Ja. En de laatste 10, 20 jaar zie je dat onder druk staat. Omdat we nieuwe klimaatdoelen krijgen. Dat we iets aan ons milieu moeten doen. Mm-hmm. Ja, en dat wringt. En daar is heel lang niet het eerlijke verhaal verteld. En je ziet dat dat heel lang uitgesteld is. Dat er verkeerde politieke keuzes zijn gemaakt. Ja, en dat nu op het bordje van de boel komt. En dat cynisme snap ik. En dat vraagt van ons, van mij, van mijn collega's. Dat je aan die keukentafel gaat zitten, het gesprek aangaat met die boer... en ook probeert uit te leggen voor welke dilemma's wij als overheid staan. Want die zijn er, dilemma's. Zeker, ja. Ja, om keuzes te maken voor de toekomst. Ja. Wat is het moeilijkste wat u gedaan heeft tijdens het werken, vraagt Emily. Het moeilijkste wat ik gedaan heb is denk ik toch wel die gesprekken die heel emotioneel zijn. Ik ben 3 weken geleden geweest bij die pasmelders die een dwangsom hebben gekregen. Dat zijn echt... verschrikkelijke gesprekken waar ik ook zelf en de bewindspersoon, de minister... waar je gewoon echt met tranen in je ogen van tafel afloopt... omdat die mensen zo in de knel zitten. En waar je als overheid debet aan bent, dat zijn echt de allermoeilijkste gesprekken. Dat is moeilijker dan een woordvoeringslijn of een gesprek met een NOS-journalist. Maar dat raakt de mensen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Omdat je daar ziet wat de praktijk is... en hoe je optreden van de overheid in de afgelopen jaren is geweest... en dat je ook niet altijd een oplossing hebt. En dat is heel moeilijk. Niet altijd een oplossing. Nee. Terwijl dat wel wordt gevraagd van de politiek. Ja. Leid ons in deze crisis naar een uitweg. Ja, en dat komt omdat dat hele stikstofprobleem... een enorm juridisch probleem is geworden. We hebben de zogenaamde voorman van MOB, Johan Vollebroek...
Ja, die zegt met allerlei gerechtelijke procedures zet hij de Nederlandse overheid klem. Omdat we jarenlang beloofd hebben om dat stikstofprobleem op te lossen. Maar we het niet gedaan hebben. En nu zie je dus dat we over de rand heen zijn gegaan. Ja. Ja, en dat zorgt dat we heel vaak juridisch in de knel zitten. Ja. En het heel lastig maakt als overheid om te acteren. Ja, want voor de duidelijkheid, stikstof gaat niet alleen om boeren. Nee, zeker niet. Industrie, bouw, mobiliteit, industrie. Vliegverkeer. Ja. Die moeten ook allemaal bijdragen. Hè? Dus in januari komen we ook met de doelen voor die groepen. Ja. En die zullen ook moeten bijdragen aan de reductie van stikstof. Ja. Maar jij doet alleen de agrarische sector? Nee, ik doe ook als die doelen straks in januari komen. Dan heb ik misschien ook wel een hele boze directeur uit de industrie of zo. Die allerlei nieuwe duurzame doelen opgelegd krijgt. Dus dat hoort er ook bij. Ja. Het wordt groter. Het wordt groter. In die zin. Ja. 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 Even kijken, wat is het mooie aan het werk van u? Want er is natuurlijk veel onrust, zegt Jan-Pieter Dirk van Honsen. Ja, het mooie is dat je heel dicht op de actualiteit zit. Ja. Politiek Den Haag. En dat je ook met je advies, omdat je de doelgroep kent, ook wel het verschil kan maken in hoe je communicatie inzet. Of het gevoel van mensen probeert te raken. Mm-hmm. En daar kun je een klein verschil in maken. Ja. En dat is ontzettend mooi. Ja. Waar je ook mee verder kunt, denk ik dan, als je dat meemaakt, zulke dingen. Zeker. Ja. Ja. Want de minister is natuurlijk fysiek ook bedreigd. Ja. Bij haar woning zelfs ook. Ja. Heb je dat ook meegemaakt? Dat er... Zeker. Tenminste, ik zelf niet persoonlijk. Ik heb wel in juni wel bedreigingen online gehad, een aantal keren. En mijn collega's, zeker mijn collega-woordvoerders, hebben daar heel veel mee te maken gehad. Omdat je vaker het gezicht bent. Maar zoveel impact wat de minister heeft gehad, heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ja. Je staat heel dicht bij haar. Ja. Misschien ziet ze jou wel meer dan haar familieleden als woordvoerder. Wat doet dat met mensen als je zo dicht op elkaar werkt? Ja, daar zie je, omdat je eigenlijk bijna altijd in haar buurt bent, heb je ook wel eens een boze bui die je over je heen krijgt. Of het verdriet, of de onzekerheid. Hè. Je bent eigenlijk altijd bij zo iemand als ze moeilijke gesprekken heeft. Mm-hmm. Optredens of naar een ministerraad. Dus je ziet heel veel van de persoon, maar daardoor krijg je ook een vertrouwensband. Ja. Is het vaak makkelijk delen. En krijg je echt een klik met elkaar. Dat is ook de bedoeling van zo'n woordvoerder. Ja. Dat je een steun en toeverlaat bent, ook op moeilijke momenten of juist op vreugdevolle momenten. Ja, waarbij een woordvoerder misschien blijft en een minister op een gegeven moment, als het politiek ingewikkeld wordt, kan gaan. Ja. De minister van Landbouw bijvoorbeeld, die is opgestapt. Ja. En komt er een ander. Ja, dat kan. Ja. Zeker, ja. Of heb je zelf ook ambities om op die andere stoel te gaan zitten? Nee, ik heb geen politieke ambities op dit moment. Ik vind het best heerlijk om op de achtergrond te werken. Ja. Het is relatief op de achtergrond. Ik wou zeggen, een interview in Terdege vanavond. Ja, nee, maar hier, voor nu is mijn positie op de achtergrond. Maar ik denk ook juist dat je als ambtenaar, als christelijke ambtenaar, ook het verschil op de achtergrond kan maken. En niet per se altijd politiek hoeft te bedrijven of in de Tweede Kamer je verhaal hoeft af te steken. Ja, want waar kun je christen zijn toevoegen dan in deze? Ja, dat kan vooral om te laten zien wie je bent en waar je voor staat. Hè? Ja. En welke troost je uit de Bijbel haalt of je hoop. En als iemand er wel eens doorheen zit of het moeilijk heeft, kun je ook laten zien waar je jezelf op bouwt en steunt. Mm-hmm. En daar zijn wel eens gesprekken over. En dat is heel mooi. Ja. Dat zijn net die kleine dingen waar je verschil in kan maken. Ja, mooi dat het ook kan. Ja. Ik ga even naar een mooie vraag van Romee. Kinderen vinden het stikstofprobleem heel ingewikkeld. Kunt u daar iets mee doen? Ja, dat snap ik ook. Dat is echt heel erg lastig uit te leggen. Want het is een stofje in de lucht. Hè? En eigenlijk is het hoort erbij. Het is ook goed voor de natuur. Maar als je er te veel van krijgt, van stikstof, wordt het een drukfactor op de natuur, noemen wij dat. Hè? Dan gaat de bodem verzuren. De kwaliteit van ons drinkwater gaat achteruit. Als je wel eens op vakantie gaat in Frankrijk of Italië, kun je geen water meer uit de kraan halen. Mm-hmm. Dat is echt een reëel scenario in Nederland. Als we niks aan het stikstofprobleem doen, dat we over 5 tot 10 jaar geen water meer uit onze kraan kunnen halen. Ja. Omdat onze bodem er zo slecht voor staat. Dus zo probeer ik het ook aan mijn kinderen uit te leggen, dat is wat stikstof doet met de natuur, met ons drinkwater, met je gezondheid. Mm. Ja, dat gaat je heel goed af. Om dat simpel uit te leggen eigenlijk, ja. Ik pak nog één kijkersvraag. Dank daarvoor trouwens dat jullie die insturen. Heel goed. Kun je dit werk doen als je niet eens bent met de beslissing die het kabinet of de minister neemt? Eigenlijk heb ik dat net ook gevraagd, maar...
je kan soms wel tegenspreken, is juist wat je als woordvoerder moet doen. Dus dat zal ik ook zeker doen in gevallen waar ik van zeg, nou, ik denk hier anders over of ik adviseer hier anders over. Dan is die ruimte er ook voor mij. We zijn onder ons vanavond. Vertel eens, wanneer was de laatste keer? De laatste keer was denk ik afgelopen maandag. Ja? En het ging over een mediaoptreden waar ik van zou adviseren dat zij dat wel moest doen. Ja. Ja, en zij kozen iets anders. Ja, dat kan. En uiteindelijk is het niet gebeurd? Ja, uiteindelijk is het niet gebeurd. Oké. Ja. Ja. Dus de minister won in deze. Laatste vraag. Wat... dan is die weg. Maar wat zegt u tegen boeren die het niet meer zien zitten? Vraagt Emily. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Kijk, we gaan beginnen met die gebiedsprocessen straks. Ja. We gaan provincies, die hebben natuurlijk heel veel kennis van die gebieden. En daar hoop ik echt dat je met boeren de puzzel kunt gaan leggen en kunt gaan kijken van, wat is nou de toekomst van je bedrijf? Hoe kun je helpen? Er zijn heel veel mooie regelingen komen eraan. Het zal soms ook lastig worden. Maar laten we elkaar alsjeblieft vasthouden. We kunnen het. We zijn een innovatief land in Nederland. Dus ik weet zeker dat ook boeren die omslag kunnen maken. Oké, mooie boodschap van de woordvoerder stikstof, Wilhelm Doeleman. Hartelijk dank. Wij gaan naar de muziek. En ik kijk even naar de heren Hoekman, want die hebben we vanavond te gast. Welkom. Eén op het orgel en de ander gaat zingen. En als het goed is, gaan jullie het lied De Heer is mijn herder ten gehoor brengen. Klopt, ja. Ja. Druk deze maand, december, met concerten? Ja, het is wel redelijk gevuld. Kerstperiode natuurlijk voor de deur. Dus dan zijn er door het hele land concerten. En zelf hebben wij op 10 december nog een kerstconcert in Ierseke. Oké, kijk aan. Dus dat zijn wel dingen waar je dan weer naartoe leeft. Ja, nou, ik ben blij dat jullie vanavond in ons midden zijn. Dank u.
Dankjewel, John en Geert. Komt vast nog meer vanavond. En anders 20 december, hè? Ja, welkom. Terdege kerstconcert. Maar daarover later denk ik nog wel meer. Annette, van harte welkom. Ik kondigde je net aan het begin van de avond aan als kleindochter van de heer M. Dankers. Dat klinkt een beetje alsof we hem allemaal moeten kennen. Is dat ook zo? Nou, niet allemaal, maar er zijn wel veel mensen die mijn opa kennen. Ja. Ja, dat merk ik ook nu ik hier zit. Want er zijn gewoon heel veel mensen die gereageerd hebben. Ja. En die ook zeggen van, ja, ik ken je opa. En, of ik heb je opa een keer ontmoet. Ja. Dus, en waar kennen ze hem dan van? Nou, mijn opa is na zijn tijd in de marine, hij was marineman, is hij voorlichter geworden bij de SGP. En in die tijd heeft hij heel veel spreekbeurten gedaan en appelwoorden door het hele land. Dus ja. Eigenlijk reisde hij van hot naar her om voorlichting te geven over de SGP. Ja. Daarnaast geeft hij ook in de Terdege. Beurtelings wisselde hij een column af. Ja, een aantal jaren geleden, denk ik. Ja, dat zat even in de archieven vanmorgen te zoeken. Maar... Ja, klopt. Ja. En hij schreef ook in de Banier. Dus ja, van die stukjes kenden ook heel veel mensen hem. Met name in de generatie boven mij. Ja. Ja, dus want je opa is nu... 95 is hij. Hij is afgelopen dinsdag 95 geworden. Kijk, nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Je bent moeder van 3 kinderen. Hoofdpersoneelszaken Wartburg Driestar College, heb ik begrepen. Je bent nog betrokken bij de jeugdbond van de gereformeerde gemeente. Klopt. Je doet heel veel voor je opa. Je hebt een hoop bal in de lucht te houden, denk ik. Hoe doe je dat? Door een goede planning op te zetten. Dus, daar begint het mee? Daar begint het mee. Rustig te blijven. Flexibel ook te zijn als het eventjes net wat anders gaat. Ja. Ik ben ook gezegend met een flinke hoeveelheid energie. Dus dat is fijn. Ja. En daarnaast heb ik echt heel veel... goede mensen om me heen die daar ook heel veel in doen. Dus als ik even kijk naar mijn werk bij Driestar Wartburg... dan fantastisch team en leuke collega's waar je ook op elkaar terug kan vallen. Bij de Jeugdbond geldt dat hetzelfde in het bestuur en ook het personeel is doet daarin gewoon hartstikke veel. Ja. En als mantelzorger doen we dat ook echt met elkaar als gezin. Dus op het moment dat ik naar opa ga... dan is onze oudste, die neemt de honneurs waar rondom de vaat. En mijn man doet de jongste naar bed. En op die manier kan je het ook met elkaar volhouden. Ja, met elkaar kom je heel ver. Ja, met elkaar kom je een heel eind. Ja. En dat is ook goed om te beseffen. Dat je echt ook die hulp vraagt als het nodig is. En aan de bel trekt als je denkt, oh jongens, hier heb ik ondersteuning nodig. Ja. Mijn collega Huip de Vries, hij zit naast je vanavond. Die heeft jouw opa gesproken. Want ze had een prachtig interview met hem in ons dubbeldikke winternummer. Ja. Wat raakt jou in dat interview toen je het zo las? Want jij hebt het ook al gelezen. Ik heb het al gelezen. Een van de eerste in Nederland. Ja. Ja. Ik denk dat het interview van Huip heel erg mijn opa schetst zoals die echt is. Hmm. En wat ik vooral mooi vond om te lezen is... ook als je 95 bent en in een verzorgingshuis zit... wil je ook nog op een manier een bijdrage leveren. En dat zie ik ook heel erg terug bij hem. Ja. En dat doet hij ook. Bijdrage aan? Aan de maatschappij, aan de jeugd als mentor. Ja. Bijvoorbeeld, hij zoekt ook dat nut. Dus
Hij belt iedere avond even naar ons om te vertellen hoe zijn dag was. Ja. Maar als hij dan onze dochter van 10 aan de telefoon krijgt, dan zegt hij ook, ik heb nog een spreekwoord. En dan is dat een uitdrukking uit bijvoorbeeld de Bijbel of een ander spreekwoord wat hij is tegengekomen. En dan zegt hij, weet je wat dat betekent? En zo zegt hij, breng ik haar wat Nederlands bij. Ja. Op die manier levert hij ook weer een bijdrage aan hun verbinding met elkaar. Maar ook, hij houdt van taal, probeert hij ook dat over te brengen aan haar. Ja. Dus dat las ik in het interview van Huib, je nut. Mm. En dat heeft hij ook zeker in onze levens van zijn kind en kleinkinderen. Je weet ook dat hij bidt voor ons en... Mm. Dat hij daar ook in ons allemaal opdraagt. Mm. En dat heeft ook voor ons een belangrijke betekenis. Ja. 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 Het is ook een rastverteller, hè? Zeker. Zeker over die periode bij de marine, volgens mij. Daar kan hij prachtige verhalen over vertellen. Ja. Nou, dat is ook een vraag hier. Wat deed je opa vooral bij de marine? Ja. Ja. Mijn opa was schrijver bij de marine. En eigenlijk was hij... een soort personeelsfunctionaris. Dus dat is wel aardig. Ja. Want hij betaalde bijvoorbeeld het loon wat toen nog in loonzakjes ging. Mm. Betaalde die uit aan die jongens. En, zijn een andere tijd geweest. Ja. Dan zei hij ook van, ga niet met al dit geld nu naar de kroeg. Of, dus hij probeerde daar ook nog een beetje in te begeleiden. En hij schreef. En dat is hij eigenlijk altijd blijven doen. Ja. In het artikel vertellen vier mensen een ervaring eigenlijk die ze hebben met jouw opa, zeg maar. Mm-hmm. Jij hebt er zelf ook een bijdrage aan geleverd. Misschien is het wel leuk om de kijkers alvast een voorproefje te geven. Ja, mijn opa die was ook altijd kind met de kinderen. Dus als hij met ons was, dan deed hij ook... vertellen alsof hij er zelf bij geweest was. Hij las bijvoorbeeld voor uit Willem Weigers. En dan, ik dacht echt, hij is er dan net niet bij geweest. Maar voor mij was echt dat Alfa binnenviel en Blois van Treslong. Dat moest net voor zijn geboorte geweest zijn. En zo gingen wij op een zeker moment ook fietsen. En wij fietsten langs de Doggersvaart in Den Helder. En ik was op vakantie te logeren. En ik had nog niet zoveel fietservaring gehad. En op een gegeven moment voelde ik mij redelijk zeker. Dus ik zei, opa, ik kan met mijn ogen dicht fietsen. En opa zei, oh ja, ik ook. Dus wij met ons ogen dicht. Maar het duurde niet lang of het eindigde in dat ik viel. En een gebroken arm had. Waar mijn oma dan weer heel ongelukkig mee was. Want die wilde ons weer graag heel huis afleveren. Ja. En dat was dankzij dit incident wel enigszins mislukt. Ja. Maar je opa bleef op de been. Mijn opa, hij is vaak gevallen. Maar hij heeft nooit iets gebroken. Dat was echt bijzonder, ja. En wat betekent jouw opa voor je? Mijn opa is een heel stuk ook van mijn jeugd. Mm-hmm. Hij heeft mij bijvoorbeeld ook een stukje liefde voor onze gezinte bijgebracht. Mm-hmm. Hij is altijd geïnteresseerd. Dus hij is daarin ook een voorbeeld... blijf je geïnteresseerd in mensen. Nu is onze rol natuurlijk ook weer veranderd. Hij heeft meer zorg nodig. Mm. En doordat je altijd die verbondenheid met elkaar hebt gehad... denk ik dat je ook open staat om die zorg te geven aan elkaar. Omdat je... elkaar goed kent en er een heel stuk verbondenheid is.
met elkaar. Ja, want jouw moeder is vrij jong overleden. Ja. Heeft dat ook nog iets betekend voor de band die jullie samen hebben? Ja, dat denk ik wel. Mijn moeder is overleden toen ik 10 was. Hmm. Daarna hebben wij een poos ingewoond bij mijn opa en oma. Mijn vader en 3 kinderen. Ja. En ja, wij waren daar welkom, ja. In huis. En dat is, denk ik, voor een kind heel veilig. Ja. Als je welkom bent bij je opa en oma. Daar is de band natuurlijk gecontinueerd. Maar ik denk dat die daarvoor ook al er was. Ja. Want mijn opa en oma waren heel betrokken op onze levens. Ja. Die band was er eigenlijk altijd. Ook. Mijn ouders schreven eigenlijk wekelijks brieven naar mijn opa en oma. Toen was het natuurlijk allemaal niet via WhatsApp. Want ik wilde net zeggen, het was ook een hele andere tijd. Ja. En voor de duidelijkheid, jij was niet in Nederland toen. Nee. Jullie groeiden op in... Wij groeiden op in Haiti. Ja. Daar heb ik gewoond, van mijn 4e tot mijn 10e. Mijn vader was daar... ontwikkelingswerker voor woord en daad. En het contact met Nederland verliep eigenlijk alleen per post. Mm. Dus mijn ouders schreven iedere week een brief naar mijn opa en oma. En er kwam iedere week een brief van mijn opa en oma terug. Ja. En op die manier hielden ze elkaar op de hoogte van al het wel en wee wat speelde in ons gezin. En in de gezinnen van mijn ooms en tantes en mijn opa en oma in Den Helder. En, mooie tijd, hè? Toen schreven we nog brieven. Ja, toen schreven we nog brieven. Ja, pandjes vol. Ja, 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 klopt. Ja. Nou, ik zit even heel bezorgd naar de klok te kijken. Want volgens mij moet ik alweer gaan afronden. Maar Huip, jij zit naast Annette. Volgens mij moet jij nog een keer met Annette in gesprek gaan volgend jaar. Zeker, Annette. Want, als jij dat goed vindt. Ik vind dat goed, hoor. Ja. Ook een keer bij jou. Ja, helemaal goed. Helemaal dan heb je de opa en daarna de kleindochter. Maar dit heeft ongetwijfeld heel veel... in jouw leven betekent ook, hè? Het gemis van je moeder en dan een opa die dat toch ook, opa en oma die dat. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik denk dat het voor alle kinderen waardevol is om naast het veilige nest van je ouders ook een veilig nest bij je opa en oma te hebben. Mm. Want het feit dat je terug kan vallen op je ouders en op je opa en oma, dat is echt een heel groot goed. Mm. Ja. Tot slot heb je dan misschien een tip van aan mensen die luisteren. Ja. Van, nou, hoe doe je dat dan, een band opbouwen? Bij een beetje, ik denk als opa en oma is het gewoon heel belangrijk om je open op te stellen naar je kleinkinderen. Leer ook van hen. Pas geleden vroeg mijn opa aan mij, wat is nou precies een podcast? Ja, hij had nog nooit... Ja, ik snap dat je dat niet, niet weet. Nou, en op die manier kan je elkaar vinden, versterken en breng gewoon veel tijd met elkaar door. Dat is echt, daar stimuleer ik mijn eigen kinderen ook van. Ja, ga lekker bij oma een keer koffie drinken. Ja. Of dus heel belangrijk. Mooi. Ja. Mooi. Nou, dank je wel. Graag gedaan. Volgens mij gaan we weer luisteren. Rick, wat heb jij zo op een lijstje bij de hand? Muziek, ja. De heren zitten klaar. Oh, er is iemand, Arne van Ommen, klopt dat? Goeiedag, ja, dat klopt. Ja, jij gaat nu voor ons zingen. Dat klopt. Mooi. Hoor je ook tot het duo Hoekman? Of... Nee. Ik ben al heel lang goede kennis van John en Geert. We kennen elkaar denk ik 15 jaar. En hij belde mij op en hij zegt, joh, ik ga het voor de eigen live zingen. En lijkt het je leuk om mee te doen. Dus vandaar eigenlijk. Dat moeten we hebben, ja. Wat ga je zingen? Blijf bij mij, Heer. Mooi.
Hartelijk dank. Nog even, Huib, dat interview met Dankers komt in het winternummer, toch? In het winternummer. Ja, zes pagina's, acht? Acht. Zeven pagina's. En wat is je bijgebleven uit het interview? Eén kort statement. Hij heeft een kleinzoon, die gaat niet meer naar de kerk. En wat ik heel ontroerend vond, als hij afscheid neemt. Dan zegt hij tegen die jongen, jongen, als je in nood komt, mag je altijd tot God roepen. En dan zegt hij, dat weet ik, opa. En dan zegt Dankers, en mijn laatste gebed, jongen, is altijd voor jou. Prachtig. En dan zegt hij, dat weet ik, opa. Dat heeft me erg ontroerd. Zeker. Mooi. Winternummer van Terdege komt op 13 december uit. En het is nog te bestellen via Terdege. We gaan quizzen. De Terdege Live Quiz. Bekend in het hele land, van Delfzijl tot Terneuzen en van Hardenberg tot Katwijk. Ik kom overal mensen tegen die meedoen aan deze quiz. En dat is natuurlijk fantastisch. Want we hebben een hele speciale vandaag. Dit is de 20ste uitzending. Vandaar dat ik ook een feestelijke uitdossing aan heb. En er ook taart is, zie ik. Gaan we die nog opeten straks? Ja, pas helemaal aan het eind. Helemaal aan het eind. Ja. Nou, helemaal aan het eind gaan de kaarsjes aan en gaan wij die taart aansnijden. Maar dan zijn alle 20 prijzen zijn er dan al uit. Want we hebben maar liefst 20 prijzen vandaag beschikbaar. Ik noem de eerste vier even. De eerste is een overnachting, inclusief ontbijt voor vier personen in Bed and Breakfast de Boerenskuur. Goed uitgesproken, in Assendelft. Tweede prijs een leren weekendtas. Ter waarde van €129, beschikbaar gesteld door Duifhuizen. Tassen en koffers. De derde prijs is een schoen, een laars of een klomp. Ik denk twee, want aan één heb je niet veel. Ter waarde van €120. En die komt van werkschoenwereld.nl. En de vierde prijs is een waardebon van €100 van Maison à la Carte. Kijk, daar komen alle prijzen die daar achteraan nog zitten. Maar die moet je zelf maar even bekijken op je scherm. Ik ga wel vertellen hoe die prijzen verdeeld worden. Want de nummers 1 tot en met 7 winnen een prijs. Daarna nummer 20, 30, 40, 50 tot en met 100 wint een prijs. En 200, 300, 400 en 500 deelnemer dus, die de juiste quiz invult, die wint een prijs. Dus niet de eerste 20, maar 1 tot en met 7. Daarna 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, 300, 400, 500. Dat is een hele administratie voor de mensen achter de schermen. Maar ze doen het graag. Ze hebben daar de hele volgende week voor. Om uit te zoeken wie welke prijs krijgt. En jullie hebben natuurlijk maar drie kwartier om mee te doen. Want al die prijzen gaan er vanavond uit. Ga naar slido.com. Gebruik de hashtag TerdegeLive. En je doet automatisch mee. En dat hebben al honderden mensen gedaan. Inclusief Michiel de Ruiter, zie ik. Die doet vanavond ook mee. Dat is ontzettend leuk. Alle namen komen op het scherm. En er kunnen echt duizenden mensen meedoen. Geen enkel probleem voor het systeem van Slido. En hoe meer, hoe leuker natuurlijk. En ik zei het al, ja, van Delfzijl tot Terneuzen, van Hardenberg tot Katwijk. Ik was vorige week in Zeeland. En dan ontmoet ik de familie van de Vrede uit Krabbendijk. Ik ga even naar ze zwaaien, want ik weet zeker dat ze daar aan de andere kant zitten. En vanavond ook meedoen. Nou, zo zijn er honderden families in Nederland die allemaal met elkaar op de bank zitten. De computer in de hand, de handen worden steeds zweteriger. En naarmate de avond vorder stijgt de spanning. Toch, Gisette? Ja, dat is wel de bedoeling. Jij kent ook wel mensen die meedoen. Ja, ja. Zeker. Ja. En heb jij wel eens meegedaan? Nog nooit, Riegel. Nou, hij is vanavond de primeur. Ja. Dat is de primeur dan, ja. Annette, wel eens meegedaan online? Nee, maar nu ik die prijs heb gezien, ga ik natuurlijk wel vanaf nu altijd meedoen. Zeker, ja. Nu mag je niet meedoen, maar nee, 21, wel even een welzijn, dan kun je mee gaan doen. Ja, zeker. Jij? Bij de eerste uitzending, maar dat was geen succes. Nee, je eindigt ergens onderaan in de regio. Ja. En, ja, nou, je kunt nog inloggen. Doe dat met je naam of een naam die je verzint. Dat mag natuurlijk ook. Alleen moeten we wel aan het eind precies weten wie welke prijs gewonnen heeft. En dat doe je door een screenshot te sturen naar Terdege via de social media of via e-mail. Je mag het ook in een brief doen. Kan dat ook nog? Nou, ik zal je vertellen, in een dubbeldikke winternummer, er zit een woordzoeker in. En dan krijgen we echt altijd nog zo'n stapel briefkaarten. Wij denken altijd, zijn er nog briefkaarten? Maar dan komen de briefkaarten echt bij stapels binnen. Heel goed. Dus ja,
Ja. Om te zien. Maar dubbel ook dikke e-mail. Winter hebben. Je kunt er de hele maand december mee door, volgens mij. Ik denk het wel. Als je 256 pagina's deelt door... Nou, dan kun je bijna... Ja. Een jaar, wou ik zeggen. Dat is niet verstandig. Maar in januari mezelf... beleven we wel eens en komt er weer een, toch? 3 januari zijn we nu over bezig. Kijk, ja. Die mensen werken keihard, hoor. Van Terdege, achter de schermen. Ja. Dus als je nog geen abonnee bent, dan zou ik dat zeker overwegen voor 2023, beleven en welzijn, om een abonnement te nemen. En doe je mee met de quiz vanavond, dan heb je natuurlijk voordeel aan dit nummer van 22 november, want daar komen alle vragen uit en daar staan de antwoorden in. Dus gebruik dit nummer om heel snel naar de juiste pagina te gaan en het antwoord te geven. Ik zal je af en toe wat hints geven. Om dat heel snel te kunnen doen. Ik kijk even naar de techniek. Er gaan 2 duimen omhoog. Dat betekent dat wij gaan beginnen. Hier komt vraag 1. En dat zijn de adverteerders, zoals bekend. We hebben heel veel adverteerders die ons gelukkig steunen. En Siloa is daar één van. Wat is de missie van Siloa? Nou, er staan 3 mogelijkheden. Huip, enig idee? Kijk even naar het scherm. Wat doet Siloa? Dat is de derde. De derde, mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking. Oké, okay, wat denk jij, Annette? Ja, dat is wel goed, hoor. Ja? Ik denk, Maar ik zie ook de wereldwijde transitie naar duurzame energie. Dat moet jou aanspreken. Ja. Zeker, maar het is toch die onderste. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hier zijn ze het wel eens, geloof ik. Ja. In de studio, dat het onderste is. Als je het nog niet ingevuld hebt, moet je dat even heel snel doen. Want je krijgt 60 seconden per vraag... En het gaat niet alleen om het juiste antwoord, maar ook om de snelheid waarmee je het antwoord invoert. Dus we gaan zo zien hoe snel dat achter de schermen gebeurt. Nou, gefeliciteerd. Oh, er stond nog een 4e, maar die zagen we hier niet. Maar deze is goed. 96% van de deelnemers heeft het ook juist beantwoord. Oké, Siloa biedt meer dan 20 locaties door heel Nederland en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. De tweede, die gaat over de MAF. Stel, je doneert in december 5 euro aan die MAF. Wat gebeurt er dan? Kennen we de MAF? Ja? Zeker, prachtige organisatie. Ja, wat zou er met die 5 euro gebeuren, denk je? Ik denk dat die gift verdubbeld wordt, als ik dat eronder zie. Mijn gift voor direct. Mijn gift voor direct? Ja. Denk je dat daar verdubbeld onder staat? Ik ook niet. Oh, ja, dat zou mooi zijn. Heb je een idee? Ik schat het ook in, maar ik weet het niet zeker. Oké, okay, nou ja, je zou op de website even kunnen kijken als je nog tijd hebt. Want daar staat dat de MAF een non-profit vliegtuigmaatschappij is... met als doelstelling om iedereen waar ook ter wereld te helpen... en het evangelie te brengen. Zeker in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. En ja, mijn gif voor direct. En daar staat inderdaad verdubbeld... Ik dacht dat het stond teruggestort, maar dat is het dus niet. Nee, de gift wordt verdubbeld. Heel goed. Wij gaan naar vraag 3. Even zien. Dat is, wat voor activiteiten kun je doen in het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg? Het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg. Ga naar bladzijde 17 en daar staat het antwoord. Bladzijde 17, daar staat het antwoord. Dus niet in het dubbeldikke winternummer, want dat is er nog niet. Maar in dit nummer van 22 november. En ja, je kunt dat nummer lezen op een winteravond. Maar je kunt het ook bewaren tot de lente weer aanbreekt. En het dan gaan lezen. Maar de artikelen die zijn natuurlijk wel geënt op de winter. Wat doet men in Revalidatiecentrum Aardenburg... Daar is het antwoord. Schilderen, boetseren, houtbranden, gipsgieten en modelbouwen. Modelbouwen. Wat deed een kraamverzorgster vroeger eigenlijk? Ja, niet alleen zorg voor moeder en kind. Annette? Wat deed een kraamverzorgster vroeger? Nou, ik denk eigenlijk voor de andere kinderen zorgen. Huizen houden, wassen. Dat... Ja? Volgens mij was je echt gewoon helemaal stand-in. Niet koken? Ja, dat hoort toch bij het huishouden, of niet? Oh, dat hoort bij het huishouden? Ja, vind je niet? Oké, okay, ja. 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 Ja, heb jij een idee? Het is voor mij al een tijdje geleden dat ik een kraamverzorgster over de vloer had. Dus
Nee, koken, wassen. Ja, koken, dat deed ze toch wel. Er valt... Ja, dit is de laatste. Koken, wassen en boodschappen doen. Oh, nee, toch ja, niet. Ja, maar het was toch koken. Oh, nee. Ja. Nee, kijk. Wassen, koken en voor de andere kinderen zorgen. En er is grote verwarring in Nederland, zie ik. Want 35% heeft het goed. Ja, ja. Ik zie dat het op bladzijde 98 staat. En het is echt wassen, koken en voor de andere kinderen zorgen. En op een mooie winteravond ettensoep uit een blik trekken waarschijnlijk. Dit is de tussenstand na 4 vragen. Kijk, en het gaat ook om de snelheid, hè. Elise heeft in 44 seconden alle vragen goed beantwoord. En Anne-Marije volgt er op de voet met 50 seconden. Nel en Johanne en nog een naamloze nummer 3. En zo gaan we dus door tot we 13 vragen hebben gehad. Wij gaan naar vraag 5. Wat doet Matthijs Voskuil nog meer na zijn beroep als fotograaf? Die hadden we op de bank hier de vorige keer. Ja, met de vorige winteravond die we toen hadden. Ja, ja. Vorige uitzending. Ja, wat deed hij eigenlijk? Ouderenzorg, part-time jongerenwerker. Die geheugen is wat afwezig nu, of niet? Nou, ik doe even alsof, niet alles alsof het afwezig is, ja. Anders kan ik het natuurlijk wel voorzeggen. Het staat op bladzijde 80 en het is iets met jongeren. Dus wat doet Matthijs Voskuil nog meer naar zijn beroep als fotograaf? Pagina 80. En ja, het is niet zo moeilijk. Als je de vorige keer gekeken hebt, dan vliegen deze prijzen als rijpe druiven in je mond. Want zo makkelijk zijn die Terdege live quizzen. En we hebben 1100 deelnemers, heel mooi. Ja, hij is part-time jongerenwerker bij het IKC. En er hebben heel veel mensen gekeken de vorige keer. Dus dit goed beantwoord. Dank je wel. Wij gaan naar vraag 6. Ja, tussenstand doen we straks weer even. Op hoeveel adressen heeft Ali gekraamd? Ja, als je dit zo in de openbare ruimte zou roepen, dan denken mensen, waar heb je het over? Maar het staat echt in Terdege, bladzijde 97. En ze doet het werk al 40 jaar. Nou, huip even een rekensommetje. 40 jaar, een kraamzuster. Hoeveel adressen zou ze dan gehad hebben? Nou, dan konden wel eens 1500 zijn. 1500, denk jij? Ja, dat kan me niet verbazen. Ja, nee, dan ga ik toch voor de 1200. Okay. 1200? Ja, mijn vrouw is verloskundige, die doet ongeveer 40 bevallingen per jaar. Dus nou, 40 keer 40. 1600. Dan zit je op 1600. Dus ik denk meer dan 1500. Meer dan 1500. Oké. Okay. Ik denk dat ze part-time werkte. Oh. Ja, en ze rijdt niet zo hard met die fiets van er. Dus kijk, het zijn er meer dan 1200. Maar 18% was het met jullie eens, meer dan 1500. Ja. Nee, het zijn er meer dan 1200. En we gaan naar vraag 7. Hoeveel mensen hebben zich aangebeld bij CC Support? Een stichting die mensen ondersteunt met langdurige coronaklachten. C Support. Bladzijde 57. Ja, corona en deze winter, winteravonden, kan misschien de kop weer opsteken. En er zijn mensen die langdurige klachten daarvan hebben. En daar is dus C-Support voor. Een stichting die, die kan helpen. De vraag is alleen hoeveel mensen hebben zich daar inmiddels aangemeld. En je moet dat wel weten. Of gelezen hebben. Of snel naar pagina 57 gaan. Want daar staat het juiste antwoord. En dat juiste antwoord dat is natuurlijk 16.000 mensen. We hebben een heel mooi muziekje, hoor ik, op dat. Ja, ik. Oké, het is een feestelijk muziekje zelfs. Nou, Elise gaat heel goed als een speer zelfs. Want 7 van de 7 heeft ze goed in 1 minuut 3. Gevolgd door Nel, Johanne, DNE, Douwe en Egberts doen ook mee. En Miek, fantastisch. Dit gaat heel goed voor jullie. Maar beste mensen die hieronder staan, tot en met de 500ste gaat er een prijs uit, hè? Dus niet getreurd als je naam hier niet tussen staat. 1 tot en met 7 winnen sowieso een prijs. Maar daarna de getallen die ik allemaal in het begin genoemd heb, tot en met de 500ste. Nou, waar vind je een quiz waar je als nummer 500 eindigt en toch met een prijs naar huis gaat? Nergens, denk ik. Nee. Nee? Nee, vanavond niet. Vanavond. Deze winteravond is. Deze winteravond hier bij Terdege Live blijven is ook ontzettend gezellig. En we gaan zo die taart aansnijden. Dus
Daar mag u virtueel aan meedoen. Vraag 8. Leuk, hoeveel melkkoeien en jongvee heeft de familie Jansen? Nou, die ken je wel, denk ik. Familie Jansen. Ik denk 110. 110 melkkoeien? 100 stuks jongvee. En 100 stuks jongvee? Ja. Oké. Okay. Ik kan je melden... Ja, precies, dat is hem. Wat denk jij uit? Ik heb geen idee, Rikkelt. Geen idee! Nou, het staat op pagina 114. Ja. Annette, heb jij het gelezen? Ik heb het niet gelezen. Nee, maar zal ik een gokje doen? Dat mag altijd. Ja? Het ging net ook heel goed, dus ja, ik ben nu op de reef. Ik ga voor 130. 130. Dat is ook nog heel snel. Nee. Ja, het is goed. Ja, je moet mee gaan doen met quizzen. Ja, nee, maar de volgende keer. Een bed and breakfast en een overnachting in Assen Delft was het. Ja, keurig. Ja, kijk. Elise. Geen idee waar Elise woont, maar ze gaat prima. Wij gaan naar ronde 3. En dat zijn allemaal vragen rond het thema 20. Want het is de 20ste uitzending, dames en heren, jongens en meisjes, in Nederland. En wij gaan op naar de 25 beleven en welzijn, volgend jaar, november. Maar eerst het Terdege kerstconcert op een fraaie winteravond in december. Maar wanneer precies? Hij is uitverkocht, hè? Ja, met 2 weken. Hoeveel mensen zitten er in de kerk? 650. 600, maar het is ook online. Je kan het op een winteravond ook online bekijken. Dat gaan we inderdaad toch doen. We hebben er nog even over nagedacht. Want het is natuurlijk altijd een hele kostbare zaak. Zeker, ja. Maar via terdege.nl concert, daar kunnen mensen vinden hoe ze mee kunnen kijken. Want dat moet je ook voor... Registreren. En iets betalen? Of... Nou, die oproep gaan we wel doen, want alles kost geld. Een dure decembermaand. Maar u weet goed, en jullie ook, welke winteravond het is, zie ik. Want het is inderdaad op 20 december in de Cunera-kerk te Rhenen. 650 mensen zit het helemaal vol. En u kunt online dus meekijken. Maar ga dan naar terdege.nl en daar staan alle gegevens hoe dat te doen. Wij gaan naar vraag 10 en dan gaan we even naar de tussenstand kijken. Wie is er in 2020 begonnen met het volgen van beroepingswerk? Hij is 19 jaar en het staat op bladzijde 13. Verhaal van jou, Huip? Niet van mij. Nee. Iemand die het beroepingswerk volgt. Rutger Mulder, Jan van Vliet, Sander Lauwers of Gert Paters. Zeg me allemaal niks. Annette, heb jij een idee? Nee. Wilhelm? Nee, echt geen idee. Nee? Nee. Beroepingswerk. Is wel in natuurlijk om dat te volgen en op Insta te zetten. Op Insta? Ja, voorin hebben we een rubriekje de Instagrammen. En daar komt iedere keer iemand met een leuk Instagram-account langs. Oh. En dat gold ook voor beroepingswerk. Ja, maar ik schrijf nog brieven. Dus ik zit jij schrijft nog brieven? Ik zit niet op Instagram-dinges. Insta. Sander Lauwersen. Nou, het is wel goed gelezen. Kijk eens even. 72%. Jullie zitten allemaal op Instagram zeker daar aan de andere kant. Ja. Je mag dit ook een duimpje geven als je dit leuk vindt. Wat kun je dit ook op Instagram volgen of niet? Wat wij nu doen? Nee, je gaat vanaf een. Je gaat naar onze site dan. Ah, okay. Of naar YouTube. Ja, ik ben A-technisch, dus geen enkel idee. Wij gaan naar de tussenstand. Kijk even mee. Leaderboard, 10 vragen gehad. Er volgen er nog 3. Elise gaat 4 aan kop. Maar op de voet gevolgd door Nel. Het is een nek aan nek race tussen Elise en Nel. Johanne komt daar nog iets achteraan. Douwe en Egbert doen ook altijd nog mee. Fantastisch uit Utrecht. En Miek staat op de 5e plek. En ze hebben alle 10 vragen goed. Onwaarschijnlijk, maar het gebeurt wel. En misschien hebben ze wel alle 13 goed. Wie zal het zeggen? Want wij gaan... nog niet naar de finale. Er komt eerst nog een leuke vraag. Kijk even mee. En we rekenen... Ja, daar is die. Welk woord is er in deze uitzending 20 keer genoemd? Ik zit op 17, maar dat winteravond, winternummer... kun je op een winteravond en een winternummer... kun je op een winteravond lezen. Winteravond, winteravond... kun je op een winteravond, maar ook nog op een zomeravond. Ja, we hebben wel 20 keer, als toch? Als je hem gewoon bewaart tot die zomeravond... en die Kids Live hiervoor zat.
Maar even zonder gekheid. Dat winternummer kun je op een winteravond lezen. Dat is het leukste. Met een kaarsje erbij, lampjes uit, een taartje ernaast, glasje wijn. Hartstikke leuk. Winteravond, winternummer. Rikkel probeert nu de stemming wat te beïnvloeden, denk ik. Ja, zeker. Ik probeer verwarring te scheppen daar in Nederland. Maar ik weet niet of het lukt, want we zien jullie niet. Dus dat was leuk in Barneveld van de zomer. Met die... Kijk. Ja. Winternummer. Ja. Winteravond. Ja, tel maar na. Het was echt winteravond. Winteravond, dat was hem. Nou, Anne, top. Elf, goed. Marinda, Jojo. Leuk dat je meedoet. Roelinka en Marieke Hoogbaan, dat zijn de finalisten. Gaan we al naar de finale? Bijna. Maar we gaan eerst, Gisette. Een collega ja, spreken. Ja, we de spanning erin. Ja. Huip. Ja, trouwe lezers die zien jouw naam al decennia lang voorbij komen. Huip okay. De Vries staat er dan boven. Maar wie is Huip? Want het gaat eigenlijk altijd over anderen. Maar... Ja. Ja, wie is Huip? Ja. Nou ja, even heel kort. 61 jaar. Getrouwd met Anneke. Al heel lang. 41 jaar. Heel gelukkig. Ja. 5 kinderen. 5 kleinkinderen. En wij wonen in een klein dorpje in Klarenbeek. Bij Apeldoorn. Sinds een jaar. En al bijna 39 jaar. Bijna 39. Ik ben in juni 84 aangetreden. Zo, ja. Toen, we zaten net al een beetje te rekenen in de keuken. Nog niet iedereen was toen geboren, zeg maar, van de mensen die in de keuken stonden. Dus toen was jij al voor het deeg aan het pennen. Dat heb ik ook in toenemende mate met collega's. Dat ik moet zeggen, ja, dat schreef ik, maar toen was jij er nog. Nee. Hoe waren die laatste werkweken? Ja, hoe waren mijn laatste werkweken? Eigenlijk niet zo anders dan de weken daarvoor. Ik werk veel thuis, dus ik ben op pad en ik werk het thuis uit. Dus ja, ik ben stevig bezig geweest voor het winternummer. Ja. Maar ik heb eigenlijk altijd wel een vrij strakke planning. Dus vervelen doe ik mij nooit. Nee, een hele strakke planning heb je. Heel strakke planning, ja. 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 Die is bijna spreekwoordelijk volgens mij binnen EMG. Ja, ja. En daardoor ben ik dus niet erg flexibel. Want nou. Ik zit altijd voor een maand of vijf weken vol. Ja. Dus als mensen van de krant mij vragen voor een artikel voor morgen, overmorgen, volgende week, zeg ik altijd nee. Nee. Zo steekt dat een beetje in elkaar. Maar dat weten wij bij Terdege, dus wij werken met een hele lange planning. Hè? Klopt, ja. En jullie vragen vroeg. Ja. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè? Ja. Zeg je ook wel eens nee? Nou, ik heb toch wel een warm hart voor Terdege. Ik ben daar begonnen. Ja. Ik schrijf dus ook graag voor de krant. Maar ik ben daar destijds in 84 begonnen. Heb er een hele goede tijd gehad. Dus ik voel me altijd nog wel een beetje moreel verplicht, zal ik maar zeggen. En ik doe het ook met plezier. Ja, ja. En we werken heel plezierig samen, dus het speelt ook nog mee. Ja. Ja. Aan welk artikel in het winternummer heb je met heel veel voldoening gewerkt? Ja, eigenlijk alle nummers wel, of alle verhalen wel. Ja. Ik maak graag wat inhoudelijke verhalen. Mm. Nou, wat een mooi omslagverhaal. Dat heb je zelf aangedragen, het thema. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes verbindt de geboorte van de Heer Jezus gelijk met zijn glorie, zijn heerlijkheid. Ja. Daar heb ik een paar predikanten over gesproken. Ik heb dominee Hapo Linder uit Urk geïnterviewd. Ter afronding van een serie over de verschuiving in denk over huwelijke seksualiteit. Was ook mooi. De overige twee, als ik dan toch een zeker onderscheid mag maken, heb ik met het meest plezier gedaan, dominee J.C. den Oude. Ik ben bezig met een serie interviews over het apostolicum. En hij komt aan het woord over de kerk. Ik vind dat hij daar echt prachtige dingen over zegt. Ja, en je voelt hem al aan, het interview met Marinus Dankers, die ik in die 40 jaar ongeveer voor de vierde keer nu sprak. Mm. Ja. Dus ik heb hem gesproken toen hij in de 60 was, de 70. Hij is nu echt heel oud. Mm. Maar het is altijd een genot om die man te ontmoeten. Ja. En ik heb heel wat mensen in mijn loopbaan ontmoet, waarvan ik zeg, er gaat wat van uit. En je hebt zo nu en dan iemand, ja, dat zegt, dat is echt een man gods. Dat vond ik bij Johan Frinsel. Mensen waarvan je zegt, hun hele leven spreekt ervan. Ja, en dat vind ik ook bij Marinus Dankers. Ja. De man straalt het uit. Ja, ja. Zelfs als hij niks zegt, dan zie je nog, mijn moeder zou zeggen, je ziet aan zijn ogen dat het een kind van God is. Mm. Nou, en dat vind ik ook bij de opa van Annette, ja. Ja. Dus dat was wel een vreugde om hem weer eens een keer te ontmoeten. Ja. Nou, ik heb het voorrecht dat ik de 4 artikelen van Huip al heb gelezen. En ze waren alle 4 ook
prachtig. Ja, dus ik doe weer reclame te maken voor ons eigen product. Maar, ja, dat mag best. Ja, het mag toch wel een beetje vanavond. Tuurlijk. Dus ja, heeft u het winternummer nog niet besteld? Ik zou zeggen, bestel hem, want deze week is het nog zonder verzendkosten. Het lijkt me ook superleuk om nog even door te praten over jouw lange loopbaan bij Terdegen. Maar ja, die quiz, we moeten de mensen thuis misschien niet al te lang in spanning laten zitten, Ricot. Nee, zonder verzendkosten zeg je, want die zijn fors, denk ik, voor zo'n 250 pagina's ja. die ja. Ja, klopt. Maar aan de postbode mee moet geven. Als je hem deze week bestelt, dan nemen wij die nog voor onze rekening. Nou. Dus, ja. 8,95 kom je daar tot en met de kerstvakantie kom je door. Dat is een koopje voor zo'n dik nummer. Met prachtige verhalen, we hebben het net gehoord. Ja. En laat ons weten wat je ervan vindt. Dat is ook natuurlijk leuk. Ook leuk. Ja, dat is altijd leuk. We krijgen inderdaad ook vaak kerstkaartjes van mensen. Nou, dat is gewoon bijzonder. Want dan denk je, ja, mensen zitten thuis dan toch ook aan Terdegen te denken inderdaad. Ik ja. zet hem vast klaar, mijn kaart. Goed? Komt goed. Wij gaan naar de finale. De finale. We hebben nog twee vragen volgens mij. Ja, hier komt de eerste daarvan. Voor haar geen big problem, neem me niet kwalijk. Ik zat nog met die koeien in mijn hoofd. Wie ging van pril naar pril met een kleine omweg, maar zonder zeuren? Ja, het is een buitengewoon cryptische vraag. Dat zijn de vaste kijkers aan deze quiz gewend. De laatste vragen zijn altijd heel cryptisch. Voor haar geen big problem. Wie ging van pril naar pril met een kleine omweg, maar zonder zeuren? Is dat Ali Roe? Marijn of Marlin? Het valt iets van het scherm, maar die laatste kunnen we even niet zien. Maar ja, wie in de zaal? Ik heb geen flauw idee. Geen idee. Nee, ook niet? Geen idee. Annette? Teunie Luik komt mij als enige bekend voor. Dat is een columniste, toch? Die... Dat is zeker een columniste, al jarenlang. Oh, ja, daarom. Ik zie nog wel meer bekende namen. Die Teunie in deze... Leuk, bestaat die ook? Teunie Leuk niet. Teunie is wel leuk. Teunie is heel leuk, maar zo heet ze niet. Nee. Teunie Leuk, nee. Ja, voor Big Brother en Pril en de kleine omweg. Ja. Maar zonder zeuren. Ja, je moet wat doen voor die hoofdprijs. Hè? Ja. Die Bed and Breakfast in Assen-Delft. Laat trouwens ook even weten, als je die wint, wat je daarvan vond. Want we zijn altijd benieuwd of die prijzen een beetje in de smaak vallen. En we gaan natuurlijk op naar de 25e uitzending. En dat wordt een hele speciale, kan ik jullie vast beloven. Kijk, nou, hier is het antwoord. Het is Ali Roe. 43% heeft het goed. Dus iets minder dan de helft. Maar... Het is kraamverzorgster, dus ik denk dat het het prillen was. De kraamverzorgster, kijk. Anne! Met nog één vraag te gaan. Jij staat bovenaan. Marinda, Jojo, Roelien K. en Marieke Hoogbaan. Dat zijn de eerste vijf. Maar nogmaals, er gaan veel meer prijzen uit dan deze eerste vijf. En ook nummer 500 wint een prijs vanavond bij deze speciale uitvoering van de Terdegen Live Quiz. Wij gaan naar de laatste vraag. Dit bezige bouwwerk kan langdurig en vruchteloos nadenken zonder vruchteloos te zijn. Ze zou denken dat dit gelogen is. In welke eeuw was dit bijzondere bouwwerk er al? Ja, als je dit zo thuis voor zou dragen, zouden ze denken van je hebt een borrel te veel op. Maar het is een cryptische omschrijving van iets wat in Terdegen staat. En ik ga meteen verklappen ook op welke pagina. Want dan kun je er nog binnen 60 seconden naartoe bladeren. Pagina 37. Ik ga zelf ook even kijken. Pagina 37. Daar staat het antwoord op deze cryptische, vruchteloze omschrijving van een langdurig en vruchteloos aandenken. Er staat altijd meer in dan dat je denkt, hè? Oh ja, daar is die. Ze halen veel vragen die columns, hè? De cryptische omschrijvingen. Pagina 37. Hier is die. Nou, echt, ik geef vanavond gewoon die prijzen weg. Makkelijker kan ik het toch niet maken. Is het de 16e, de 17e, de 18e of de 19e eeuw? Ik laat jullie nog even 10 seconden met jezelf. En daarna komt de einduitslag. De prijsuitreiking van de 20 prijzen die we vandaag weggeven. En dus niet alleen aan nummer 1 tot en met 7, maar ook die getallen die daarna komen. Kijk, in de 15e eeuw
En ja, er valt hier weg hoeveel mensen dat goed hebben. Dus dat kunnen we helaas niet zien. Maar het zijn er misschien niet zoveel. Mag ik tromgeroffel in de zaal? Want Anne... Ja, daar is die. Anne zonder achternaam. Mooie naam trouwens, Anne. Ik heb één dochter, die heet ook Anne. Heeft gewonnen. 13 vragen, goed beantwoord. 4 minuten en 3 seconden. Anne, van harte gefeliciteerd. Jij gaat er met de bed and breakfast overnachting vandoor. In Assendelft. En laat ons even weten hoe het was. Tweede plek is geëindigd Marinda. Jojo op nummer 3. Marieke Hoogbaan op 4. En Roelien K. op nummertje 5. Hey, en vergeet niet om... als je 20ste, 30ste, 40ste tot en met 100... 200, 300, 400, 500 geworden bent... om ons ook dat even te laten weten. Want die krijgen allemaal een prijs. Dus stuur een screenshot of een bewijs dat jij die plek hebt gehaald. Dat komt op je scherm. En naar ons toe. En dat mag naar live@terdegen.nl. Live@terdegen.nl als je een prijs gewonnen hebt. Dus op een van die getallen bent terechtgekomen die ik heb genoemd. En de prijzen komen nog een keer voorbij. Oh kijk, er zit ook dat ambachtelijk gerookte zalmzijde bij... waar we het de vorige keer over gehad hebben. Geweldig, van Decidee. En heel veel prijzen van Terdegen zie ik. Telefoontasjes, agenda's, deurmatten. Nou, het is heel geweldig deze decembermaand... dat we 20 prijzen hebben kunnen weggeven. En van harte gefeliciteerd daarmee... met deze geweldige prijzen. En doe volgende maand, beleven en welzijn... zeker weer mee aan deze Terdegen Live quiz. Dank je wel. Gisette. Ja, ik wil nog even met Huib doorpraten. Ja, ja. Ja, je loopbaan die startte ooit in een ziekenhuis, Huib, als ik het goed begrepen heb. Hoe ben je bij Terdegen terechtgekomen? Ik deed daar de opleiding tot aanverpleegkundige... en toen was dat een periode dat er veel verpleegkundigen waren. Dus de hele groep moest eruit. Ja. Ik ben in die periode dus werkloos geraakt. En in die periode verstandigde Terdegen. En hadden ze vaste mensen nodig. Toen heb ik al gesolliciteerd. Maar ze hebben 2 meisjes aangenomen. Dat was ook wat goedkoper. Ze waren jonger. Na 3 maanden kon ik weer in het ziekenhuis terecht. Ik werd gebeld, wil je hier weer komen werken? En daar heb ik toen nog 9 maanden gewerkt. En toen werd ik gebeld vanuit Apeldoorn. Van, zou je weer willen solliciteren? Want met dat ene meisje ging dat niet zo goed. Nou, toen heb ik gesolliciteerd. En toen ging het heel snel. Ik heb een gesprek gehad met de toenmalige directeur Klaas Bokma. En met 2 dagen was ik aangenomen. En vroegen ze in het ziekenhuis, bij welk ander ziekenhuis ga je werken? Ik zei, nee, ik ga bij een tijdschrift werken. Dat was nog de tijd, dat weet Riekelt ook. Of je nou orgelverkoper was geweest, of kruidenier, of houthakker. Als je een pen in de hand kon houden en je dacht dat je wat kon schrijven... dan was je welkom. Ja, kijk. Maar je werd ook niet ingewerkt. Je werd in het diepe gegooid. En bleef je boven. Nou, dan was het fijn. Ja. En zonk je, dan vertrok je weer. Dat was toen de situatie. Zeker. Ik stam nog net uit die tijd. Grappig om te horen. Ja, ja, zo ging dat. Ik ging werken op de redactie Economie bij het RD. En de directeur vroeg, heb je verstand van economie? Ik zei, nee, totaal niet. Hij zei, dat is niet erg, want de lezers ook niet. Zo ging dat. Ja. Ja. Ja, maar je hebt toch al bijna 39 jaar volgehouden. Klopt. Heb je in die tijd ooit overwogen om toch iets anders weer te gaan doen? Nee, ik ben nogal ongedurig van karakter. Ja. Dan zou je zeggen, dan verander je. Maar ik ben ook een generalist en ik zag al vrij snel... afwisselender krijg ik het nooit. Nee. Ik zat vandaag bij een boer en morgen bij een dominee... en overmorgen bij een hoogleraar. Ja. Dus daardoor ben ik nooit veranderd. Een tweede is dat ik altijd heel leuke collega's heb gehad... van wie ik een deel gewoon meer als vriend dan als collega ervaar. En in de derde plaats, en dat mag ook wel eens gezegd worden... het RD ligt ook buiten het paradijs, maar het is een heel fijn bedrijf. Ik vind het echt een christelijke werkgever. Dat blijkt ook als mensen in zorg en in moeite zitten. Dus ook die 3 zaken bij elkaar hebben ervoor gezorgd... dat ik nooit geswitcht ben. Nee. Nou, de komende jaren hoop ik ook niet dat je dat, dat alsnog gaat doen. Dat verwacht ik ook niet. Nee. Nee. Nou, ik ben de archieven eens ingedoken en ik heb 3 artikelen gevonden... waarvan ik benieuwd ben of jij ze nog herinnert. Oh, dat wordt al wat verklapt. Dat is een beetje jammer. Ik wilde eigenlijk een citaat voorlezen. En dan vragen of je het nog herinnert. Nou, de eerste. De bami van vanavond was niet echt een succes. Te klef en te scherp. De sinaasappel waarmee ik de maaltijd besloten heb... smaakte daarentegen prima...
Mijn vrouw heeft me op het hart gedrukt deze vrucht frequent te nuttigen. Ze heeft vroeger wel eens wat gelezen over scheurbuik en ziet me niet graag met een tandeloze mond terugkomen. Klopt. Wat ging je toen doen? Een weekje op hompelvoet. Een weekje dat was een idee op van Peter Boer. Je zou eens een week op een onbewoond eiland moeten zitten. Nou, eerst was de gedachte Rottumerplaat, maar daar kreeg ik een toestemming voor. Maar via iemand van Stadsbosbeheer uit Zeeland, geloof ik. Ja, die kreeg ik bereid om mij te laten plaatsen op hompelvoet. En daar heb ik van maandag tot donderdag alleen gezeten. En ik herinner me nog, toen werd donderdag de fotograaf Sjaak Verboom aangeleverd. Dus dat was toch wel een hele gebeurtenis in die vier dagen. De meest spectaculaire gebeurtenis was toch wel in die week dat er een schaap doodging op het eiland. Nee, maar dat is wel heel apart. Als je alleen op zo'n eiland zit, tussen de natuur, met een kudde schapen. En er liepen wat paarden rond. En je hoorde dat schaap al een beetje raar hoesten. En als je dan over zo'n eiland loopt, dat was ongeveer 11 vierkante kilometer. Ja. En je vindt zo'n dood schaap. Dat heeft veel meer impact dan het zou hebben wanneer ik nu gewoon vanuit Klarenbeek het langs de weg zie liggen. Ja. Je krijgt toch een beetje iets van... Ik ben één met de beesten hier op het eiland, zal ik maar zeggen. En het was 1987, dus je kon niet even appen van... Boswachter, kom eens even kijken. Sterker nog, ik kreeg een soort groot apparaat mee. Dat was een zender. En er werd uitdrukkelijk gevraagd of ik hem 's morgens wel even wilde melden. We kunnen het allemaal ons niet meer voorstellen. Maar mobiele telefoon was er niet. En die man zei, er zijn nogal konijnenhol op het eiland. Dus als je gaat wandelen en je breekt er ergens je been... we zijn wel verantwoordelijk voor je. Ja. Dus graag even elke morgen melden. Nou, dus dat was hallo Huip hier en nog steeds gezond. En, het was nog net geen postduif die op me slaat. Ja, zo is dat. Ja, zo ging dat. Nou, ik heb nog een spannend fragment gevonden. Geen enkel detail van de tunnel ontgaat zijn aandacht. Hier snel onderdoor lopen, tipt hij. En hij wijst naar twee inlaten boven zijn hoofd. Ja. Niet zonder reden. We zijn de kritieke plaats nog maar net gepasseerd... als een partij water naar beneden plenst. In het gemeentehuis heeft een ambtenaar de wc doorgetrokken. Klopt. Toen ben ik een groot rioolstelsel ingegaan... met lui die riolen controleren. Ja. Dat waren manshoge dingen. Maar je moest wel inderdaad een fors regenpak aan... want er kon van alles en nog wat van boven naar beneden komen. Dus dat was inderdaad een... Daar was ook nog beeldmateriaal van. Ik zit even te kijken naar de regie. Echte ja, kijk, hier hebben we Huip dat in de gezegd. Gele... Ja, echte rioolstelsel was dat. Ja, letterlijk. Ja, klopt. Huip is in de gele regenjas, volgens mij, als ik het ja, dat ben ik. Ja, recht boven met de gele regenjas. Ook lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Wilde jaren, zou ik bijna zeggen, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik dit verhaal niet per se zelf zou willen schrijven, eigenlijk. De laatste, dat was geen reportage, maar een interview. Ik lag in de behandelkamer van het Dijkzicht ziekenhuis. Ze hadden röntgenfoto's gemaakt en reflextesten gedaan. De arts die me de uitslag kwam brengen, deed daar geen 20 seconden over. Erwin, je hebt je nek gebroken. Je ruggenmerg is beschadigd. Vanaf nu zul je volledig verlamd door het leven gaan. Op hetzelfde moment was het of ik een ander hoorde spreken. Net zo duidelijk. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Mijn stok en mijn staf zullen je vertroosten. Dat is of uit het boek wat ik over Erwin heb geschreven... of een artikel, maar ik denk dat dit uit het boek komt. Nee, dit is een, toch uit een artikel wat je inderdaad geschreven hebt. Oké, okay, dan is dat eerst een artikel geweest. Ja. En later kwam toen Wim Kranendonk met de gedachte... we zouden geen boek in zitten. Daarom wist ik het even niet zeker. Mm. En heb ik over het leven van Erwin een boek geschreven. En dat zijn ook avonden geworden die ik niet snel zou vergeten. Nee. Niet snel zou vergeten. Nee. Dat is ook zo iemand... Ja, hij kan alleen zijn hoofd bewegen. En ik heb hem nooit anders ontmoet dan blijmoedig, vriendelijk, behulpzaam. Mm. En het is ook heel apart, hè, als je dan iemand interviewt. En tussendoor, ja, Marleen was die avond altijd naar de zang. En dan moest ik ook even koffie zetten en koffie in zijn mond. En ja, geeft een heel aparte band als je dat zo 18 avonden, lange avonden met elkaar spreekt. Yeah. Dus zo nu en dan hebben we nog eens contact samen. Ja. Yeah. En inderdaad, dat zijn gesprekken die je heel lang op je netvlies houdt. Ja. Gelukkig wel, zeg ik dan. Ja. Gelukkig wel. Ja. Nou, dit waren zo verhalen waar ik op stuitte. Heb je zelf ook verhalen waarvan je zegt, nou, die blijven me altijd bij? Nou, wat mij veel indruk heeft gemaakt toen ontmoeting van de grond werd getild. Toen werd er gevraagd, zou de Degen daar een actie aan willen koppelen? Dat wilden wij wel. En toen ben ik een week lang in de wereld van de thuis- en daklozen in Rotterdam gedoken. Een week lang een beetje... Ja, als een dakloze met daklozen geleefd. Dus de gemeentelijke instellingen, het Leger des Heils, de Havenkerk, de Sisters of Charity, Perron 0. En vooral dat Perron 0 heeft ontzettend indruk op me gemaakt. Ik zeg dat niet snel,
Maar daar zag je iets van de hel op aarde. Mm. Wat een verschrikking. En dan besef je ook wat een ongekend voorrecht het is... als je gewoon in een goed, fijn, hecht, christelijk gezin bent grootgekomen... met alle geneugten en voorrechten ervan. En je spreekt daar mensen waarvan je zegt met levensverhalen... ja, eigenlijk vanaf de wieg was het al te verwachten. Mm. Het zou letterlijk wel een godswonder zijn als deze persoon... Ja. Niet in de goot komt. Ja. Dat heeft heel veel op indruk op me gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Ja. En als ik er nog één mag noemen, in de zin van een interview... daar is ook heel lang bijgebleven. Ik heb eens een serie gemaakt over geloof en wetenschap... waarin ik dus wetenschappers aan het woord liet op verschillende gebieden. En de laatste was het laatste interview met professor Van Brugge... naar aanleiding van zijn boek, wat toen net uit was... Het kompas van het christendom over het gezag van de Bijbel... Vond ik een heel imponerend interview. En als ik het nu lees, dan denk ik... het is vandaag actueler dan ooit, ook voor onze kring. Dus ik kan iedereen dat aanbevelen als het nog te verkrijgen is. Het kompas van het christendom. Neem en lees. Tot slot. Volgend jaar op ons 40-jarig jubileum te vieren als te degen. Welk artikel zou jij dan willen schrijven? Ja, dat vind ik nog lastig. Ik heb niet gelijk daar direct een beeld bij... Als je daar eens een keer over zou brainstormen... dan zou ik zeggen, is het aardig om eens te kijken... wat gebeurde er in 1983? Ik herinner me nog dat toen Freddy Heineken is ontvoerd. Dat weet Riekelt misschien ook nog wel. Dat hield wekenlang heel Nederland in de ban. Ik keek ook nog even pas, want ik vind dat wel aardig. Hè? Dan kijk je naar die jaren. Het was het jaar waarin het cd'tje op de markt kwam. Peter Boer kwam daarmee. Dat is iets heel aparts. Dus een soort schijfje. En in plaats van de grote LP's had je een soort metalig schijfje. Ja. Dat was je van het. Ja. Nu onze kinderen vinden het volgens mij alweer antiek. Ja. Dus dat is misschien wel aardig om eens te kijken... Hey, wat is er in die 40 jaar allemaal veranderd? Nou, dat gaan we denk ik zeker doen in een van de eerstkomende redactievergaderingen. Kijk. Dank je wel, Huip. Graag gedaan. We zijn benieuwd wat eruit komt in dat jubileumjaar. Ja, het wordt een spannend jaar volgend jaar. Ja, zeker. Dit was Terdege Live voor vanavond. Gisette gaat de taart aansnijden, want dat heeft ze beloofd. Tenminste, eerst moeten de kaarsjes nog aan. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Ja, wat denk je van 20? 20 op één zo'n klein stuk. Ja, 20 kaarsjes. Oh, kijk, we hebben assistentie. Ja, ja. Het is niet de enige taart. We hebben natuurlijk nog wat. Oh, het is wel anders een beetje lastig delen. Ja. Maar dit is kieslof uit Garderen. Nou, als je die bij bakker Schuizenman in Garderen komt, moet je die even meenemen. Garderen, ja, slijkreclame wordt hier in mijn oor gefluisterd. Wij gaan zo afronden en dan gaan we natuurlijk nog luisteren... naar een prachtig miniconcert van het duo Hoekman. En Arne van Ommen mengt zich daar ook bij. John en Arne zingen ook mee op het Terdege kerstconcert... op dinsdagavond 20 december. Het concert is uitverkocht, u hoorde het net. 650 mensen in de kerk... in Renen, maar u kunt live meekijken via terdege.nl/concert. Dus dan bent u er toch in die zin een beetje bij. Dit was onze 20ste uitzending. Staan alle kaarsjes al aan? Bijna. Wij gaan genieten van die taart. U gaat thuis genieten van het prachtige miniconcert. En ik zeg u dat wij er weer zijn, bij leven en welzijn, volgend jaar januari... Eind januari, op donderdagavond 26 januari... dan gaan we naar de 21ste uitzending van Terdege Live. En als u goed telt, kunt u dus ook zien dat we in 2023... bij leven en welzijn de 25ste uitzending gaan maken met elkaar. Gisette, want dat staat op de rol dan. Ja, maar ik denk dat we eerst gaan nadenken over het jubileumjaar. Oh ja. Dat dan een keer... En de Terdege Zomerver. Er komt nog van alles van Terdege. Ja. Ga jij de kaarsjes uitblazen? Of de taart aansnijden? Even kijken. Ja. Ik heb nog geen schoteltjes. Laten we dat maar na afloop doen. Na afloop. Laten we eerst maar eens genieten van, van de muziek. Oké, dank. Gaat u genieten van het concert. En wij zeggen tot ziens.
Thank you.
Dit is David. David weet zich geroepen om het evangelie te verkondigen. Via Net Foundation ontving David bijbelgetrouw onderwijs. Na de eerste training wist hij zich in zijn roeping bevestigd. That thing just sunk in me. I made up my mind I will pursue this thing to the end. I'm glad that I can now share the same teaching with other pastors. Net Foundation wil nog veel meer voorgangers zoals David bereiken om zo het evangelie verder te verspreiden over de hele wereld. Help jij mee? Geef nu. De winter. De dagen worden korter, de bomen zijn kaal, het is koud. Hoog tijd voor een gezellige, warme winterfair. Op 3 en 10 december beleef je in het Israël Centrum in Nijkerk Israël in wintersferen. 2 dagen bordevol leuke activiteiten zoals de zandkunstenaar, leuke workshops, live muziek en natuurlijk warme chocolademelk met slagroom. Ervaar een unieke winkelbeleving in de Israëlwinkel en koop de mooiste cadeaus. Kom je ook? Bekijk alle informatie en meld je aan via cvi.nl/winterfair.